In deze video ga ik jullie de oogleden laten zien hoe je die gaat maken van Sjoen het schaap. Wat je gaat doen. Je maakt een lusje. Enkele draad trouwens. Oudroos. Pen 3,5. En je gaat 16 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan ga je een vaste haken in de tweede steek vanaf de naald. Dus 1, dat is 2. Priegelwerk, maar goed. Een vaste. Daarna doe je nog 2 vasten. Eén. Twee. Daarna doe je 4 halve stokjes. Eén. Oh, ik kom niet goed. En opnieuw hoor. Voor de camera werken is niet zo makkelijk hoor. 1, 2, 3 en dat is nummer 0. Vier halve stokjes. Dan doe je 1 stokje. Och jee, we willen dat niet te goed. 1 stokje. En daarna weer 4 halve stokjes. Eén. Twee. Drie. En dat is nummer 4. En dan ga je gewoon 3 vasten haken. 1. 2. En dat is nummer 3. Ja. Dan krijg je een beetje een ronding van het ooglid. Wat je nu gaat doen, je gaat 1 losse haken. En dan ga je in elke steek in de voorste lus van de steek een vaste haken. Dus in deze steek. Voorste lus van de steek. Kijk dat je goed inzoomt. En dan ga je een vaste inhaken. 1. Pak je de voorste lus. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en de laatste
moet ook mee. 15. Dit is wat je dan krijgt. Sorry. Dit is de bedoeling. Dus je gaat hem straks zo eromheen naaien. Maar we gaan deze eerst even afvechten. Knip de draad af. En je gooit hem zo erheen. Dit is de verkeerde kant. Dit is de goede kant. Dus, wat gaan we doen? Je pakt je oog. En die gaan we. Dit is de goede kant. Die ga je zo vastzetten op het oog van Sean. En dan ga je natuurlijk dat heel keurig doen. Met een steekje hier. Dit is wat dan je oog. Ik heb hem dus vastgenaaid met een klein steekje. Dat kunnen jullie hier zien. Een beetje duidelijk voor de camera. En dan heb je het oog van Sean. Zo moeilijk is het allemaal niet. Het ooglid van Sean. Dus succes ermee.